Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag is langer dan gebruikelijk. Ik ga het dan ook over twee onderwerpen hebben. Het eerste onderwerp vandaag betreft veiligheid in huis. Het tweede onderwerp is privacy. Ik heb vandaag een metalen tuinkast gekocht die ik 3 meter bij mijn woning vandaan op mijn balkon wil plaatsen. De reden daarvan is dat ik een aantal van de accu's die ik heb en die iedereen heeft niet meer binnenshuis wil opladen. Ik heb overigens al een brandvrije kist voor kleinere accu's. Die werkt tot 800 mAh. Voor grotere accu's werkt dat concept niet meer. Zo'n box bestaat uit een metalen kistje met een deksel, een afsluitbare opening voor de snoeren van of naar de oplader. Verder zitten er openingen in de bovenkant waarin filters zitten die de rook zoveel mogelijk tegenhouden. Bij een accu die in de kist in brand vliegt, kan die accu geheel uitbranden zonder dat de buitenkanten van de kist zo warm worden dat de omgeving in de brand zou kunnen vliegen. Verder wordt de rook zoveel mogelijk tegengehouden. Het advies als dit gebeurt, als zo'n brand ontstaat, is om niet bij de rokende kist te blijven staan, maar direct de ramen open te zetten en weg te lopen. De brand zou dan vanzelf uit moeten gaan. Dergelijke oplaadkistjes van een niet al te groot formaat zijn te koop voor onder de €100 bij verschillende bedrijven die bijvoorbeeld radiobestuurde autootjes of drones leveren. Ik heb echter ook meerdere accu's die groter zijn dan 800 mAh. De bedoeling van de metalen tuinkast is om die in het vervolg daarin te laden. Ver genoeg, dat hoop ik, van de woning om bij een brand voor grote problemen te kunnen zorgen. Overigens heb ik daarnaast de gewoonte om nooit accu's op te laden als ik wil gaan slapen. Bij brand is rook supergevaarlijk. Rook kan zo giftig zijn dat je bij 2 ademteugen al zo onmachtig bent dat je het gevaar niet meer kunt ontvluchten of niet meer het besef hebt om dat te doen. Dat is iets wat ik pas een paar jaar geleden tot mijn verbazing te weten kwam. Oké, nu het tweede onderwerp van vanavond en ik begin direct te vertellen van nog een ongebruikelijke gewoonte van ondergetekende. Ik ben een smartphone-weigeraar. Ik weiger daarnaast ook commerciële sociale media, maar dat is een verhaal dat ik misschien nog wel eens zal aanstippen. Mijn aversie tegen smartphones hebben te maken met wat ik in de eerdere uitzending over privacy al aanstipte. Voordat mensen altijd een gsm of smartphone bij zich hadden, waren mensen niet te volgen. In de eerste jaren dat er gsm's waren, heb ik er als techneut helemaal niet bij stilgestaan dat je telefoon altijd te volgen is als de netwerkbeheerder logboeken bijhoudt. De netwerkbeheerders hebben daar een legitieme reden voor. Ze moeten weten waar je bent, moeten weten via welke gsm-mast je te bereiken bent, waar moet het audio van het gesprek naartoe en het belsignaal als je gebeld wordt. Misschien hebben ze nog geen reden om daar uitgebreide logboeken lang van te bewaren. Voor de analyse van hun netwerk is dat soms wel van belang. Ik realiseerde me dit pas een keer door een artikel over een bepaald misdrijf hier in de buurt waarbij een jong stel betrokken was. Voor de rechter hield de vrouw bij hoog en bij laag vol dat ze ten tijde van het gebeurde thuis was. Haar partner had de misdaad alleen gepleegd in een ander deel van het land en die partner bevestigde dat. Vervolgens kwamen de mobiele telefoongegevens op de proppen en het antwoord dat zij gegeven had op de vraag of ze via haar mobiele telefoon te bereiken was. Oh ja, had ze gezegd, die heb ik altijd bij me, ik ga nooit zonder van huis. Omdat het haar telefoon was die ten tijde van het misdrijf op de plek daarvan gesignaleerd was, vond de rechter het aannemelijk dat ze inderdaad daar geweest was en kreeg ze dezelfde straf als haar partner. Bij de oude gsm-netten was de locatiebepaling een stuk minder nauwkeurig dan nu. Er waren minder netwerkcellen en die waren daardoor groter. En je moet denken dat hooguit bepaald kon worden in welke wijk iemand zich bevond. Tegenwoordig is dat heel wat nauwkeuriger. De huidige cellen van de netwerken zijn veel kleiner. Zo kunnen op plekken met veel mensen veel meer mensen een gesprek voeren. Maar de locatie is daardoor ook veel preciezer. Daarnaast zijn er GPS-ontvangers gekomen waarmee je bijna op huisnummer nauwkeurig kunt bepalen waar iemand is. En er is nog een systeem. Bedrijven als Google inventariseren op grote schaal de namen van wifi-routers die wifi-routers gebruiken in de ether. Ik heb begrepen dat het bij Google gebeurt op het moment dat de autootjes met de camera's erop voor Street View voorbij komen. Aan de hand van die gegevens kan ook vrij nauwkeurig de locatie bepaald worden. Daarnaast leveren de 3 systemen als ze gecombineerd worden nog extra nauwkeurigheid op. Net als het combineren van meerdere locatiesystemen, want GPS is tegenwoordig niet meer het enige systeem dat via de satelliet beschikbaar is. Een paar jaar geleden kwam in het nieuws dat zowel bij Android als iOS, wanneer je GPS in de instellingen van je smartphone uitschakelde, dat weliswaar werd uitgeschakeld, maar dat de lokalisatie via de netwerkbeheerder en via het systeem van de wifi-routers wel gewoon aan bleef staan. Het uitschakelen van de GPS gaf in dat opzicht dus niet bepaald de garantie dat je niet meer gevolgd werd. Het is zelfs kwalijk dat het er niet duidelijker bij stond, want daardoor denk je onterecht dat je niet meer bespioneerd wordt. En je zet GPS tenslotte denk ik toch ook niet voor niets uit.
Ik heb overigens wel een smartphone, maar die gebruik ik zo goed als uitsluitend thuis. Een paar keer per jaar wil ik internet gebruiken onderweg op mijn laptop en dan is dat een reden om hem mee te nemen. Tijdens het vervoer staat mijn smartphone uit. Ik gebruik hem alleen op de plek waar ik hem nodig heb. Lange tijd hadden mijn telefoons verder een accu die je eruit kon halen, maar bij mijn meest recente telefoons gaat dat niet meer. Sommige apparaten verzamelen als ze uitstaan toch elke kwartier de locatiegegevens. En als je dan thuis bent of zelfs onderweg, wordt er toch nog wat met die gegevens gedaan. Om dit te voorkomen neem ik mijn smartphone mee in een met metaal gevoerde envelop. Kan hij de satellieten en de wifi routers en de provider niet ontvangen. Ik heb daarnaast een gsm. Een oude gsm, nou ja, wel recent geproduceerd, zonder enige data of internetfaciliteit. Die zijn tegenwoordig spotgoedkoop. Ik heb er eentje van 14 euro en die doet bijna 3 weken met een accu. Geweldig. Die neem ik iets vaker mee dan mijn smartphone, maar ook deze staat meestal uit. Wat mij betreft kan dit niet anders. Ik werk als journalist onder andere, mensen vertrouwen mij. Dus het moet niet ergens opgeslagen worden als ik met zo iemand ergens in een kroeg afspreek of zelfs bij iemand thuis. De overheid die blijkt in haar ijver om de hooiberg te vergroten om daar spelden in te kunnen vinden een immer grotere honger naar data te hebben. Niet zelden stappen ze daarbij pontificaal over de zorgen die burgers en privacyorganisaties en zelfs de eigen overheidsprivacy waakhond hebben heen. Een voorbeeld hiervan is de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2017, in de volksmond Sleepwet genoemd. Dat is momenteel actueel. Bezwaren tegen de wet waren er vele, maar een van de belangrijkste was bijvoorbeeld dat met de wet een belangrijk rechtsprincipe aan de kant gezet wordt, namelijk dat iedereen onschuldig wordt geacht, tenzij ze veroordeeld zijn of er een gerichte sterke verdenking is. De wet laat namelijk toe dat ook mensen die niet verdacht worden in het onderzoek worden betrokken, waarbij bijvoorbeeld mensen gehackt mogen worden en allerlei gegevens over ze mogen worden gebruikt. Een 5-tal studenten van de Universiteit van Amsterdam zetten vervolgens een raadgevend referendum op dat op 21 maart 2018 plaatsvond. Niet minder dan 407.582 mensen ondertekenden daarbij het referendum waarbij ze aangaven tegen de nieuwe wet te zijn. De kiesraad moet het vervolgens beoordelen en oordeelde een half jaar later uiteindelijk dat 384.000 van die handtekeningen werden goedgekeurd. 384.000, dat is werkelijk een enorm aantal. Niettemin legde het kabinet de bezwaren op een paar wijzigingen in het voorstel naast zich neer en kwam de wet er vervolgens toch, waarna de diensten daarna bij voortduring op verdere verruiming van de wet bleven aandringen. Mijns inziens is dat zeer ongewenst. De wet druist in tegen meerdere belangrijke grondrechten, zoals het rechtsprincipe dat ik al noemde. Afijn, aanstaande maandagmiddag wordt bij een versnelde behandeling in het kabinet geprobeerd om opnieuw een aantal verruimingen voor de wet erdoor te jagen. Het gaat onder andere om nog ruimere mogelijkheden om mensen die nergens van verdacht worden te mogen afluisteren, te hacken zonder tussenkomst van rechters. Daarnaast wordt ook, wat nieuw is, het mogen doorgeven van deze gegevens naar diensten van welk ander land ook mogelijk gemaakt. De organisatie Bits of Freedom voert momenteel actie tegen deze kwestie onder de titel "Voor ongerichte massasurveillance is geen plaats in een democratische rechtsstaat." Als je hun actie wilt ondersteunen of je wilt er meer informatie over weten, typ dan bij Google in BOF, zoals de BOF, BOF en het woord massasurveillance. BOF en het woord massasurveillance. Dat werkt volgens mij zelfs als je het verkeerd schrijft, want het is een moeilijk woord. BOF massasurveillance. Als het goed is, staat er dan in het midden van de pagina "Laat je horen tegen de sleepwet." Dat is het artikel waar het om gaat. Het is kortdag, de kamerzitting is al maandag. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.